Hey guys, ik ben Game. Welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En vandaag zijn we nog steeds bij de paarden. We gaan vandaag een beetje... ik wil hier nog wel even blijven eigenlijk. Ik dacht erover na en toen dacht ik van... Ja, het is eigenlijk een soort van vakantie, maar dan in Minecraft. We zijn even weg van de base en zo. Ja, dat is wel leuk denk ik. Ik ga hieronder even water doen, zodat dit nat wordt. 1, 2, 3, 4. Dus dat zou nog moeten werken. Ja, het water moet geloof ik wel op hetzelfde niveau zijn. Dus dan doe ik daar wat water. En dan verberg ik het zo. Ik wil dus wat wheat gaan planten. Voor de paarden. Ik heb niks daarvan bij me. Want ik wil hier wat hay bales gaan doen. En een beetje... Ik dacht aan een soort van paardenparcours. Een soort van renbaan met obstakels en fences waar je overheen moet springen. Dat lijkt me heel leuk om te bouwen. En als we hier uiteindelijk als we uiteindelijk terug gaan naar de normale base, dan wil ik dat wel doen via de Nether. Dus ja, want in de, zoals ik heb gezegd, ja, in de Nether vind ik het wat minder interessant dan in de overworld. Dus daarom ben ik ook via de overworld hier naartoe gegaan. Maar als we teruggaan, dan gaan we zeg maar een beetje dezelfde weg, lijkt mij. En dan heb je alles eigenlijk al gezien. Dus dan kunnen we net zo goed door de Nether gaan. En dan wil ik ook ervoor zorgen dat de paarden veilig in de Nether door een tunnel kunnen gaan of zo. Dus ja, oh ja, ik wil deze episode ook nog even verder zoeken in de Plains Biome. Want het lijkt erop dat het daar nog doorgaat. En daar ook nog. Dus dan kunnen we zien of er meer paarden zijn. Of misschien zelfs ezels. Lijkt me namelijk heel leuk. Maar ik ga eerst deze wheat farm nog een beetje uitbreiden en dan ben ik terug. Oh ja, er was nog één ding wat ik ben vergeten te vertellen. Het idee van de Netherportal kreeg ik van Golden Carrot Gaming op YouTube. In een reactie onder de laatste episode. Dus ja, heel erg dank daarvoor. Ik weet niet, ja, misschien had ik zelf ook wel opgekomen dat de terugweg, dat je dan net zo goed de Netherportal kan doen, omdat je toch de heenweg al hebt gezien, zeg maar. Maar hij heeft het toch nog even gezegd. En ik wil toch wel even zeggen dat hij dat heeft gezegd. Oké, dat is niet de bedoeling. Dus ja, ik denk dat het wel een leuke farm wordt. We hebben geen bones of zo. Dat is jammer. Ik heb helemaal niet nagedacht over een farm toen ik hier naartoe ging. Maar weet je wat? Ik denk dat dit wel goed is voor nu. Ik ga nu... Even denken, ik pak een paard. Even kijken welke een beetje snel is. Waar is die lead? Heb ik die gepakt? Oh nee, hij is daar. Oké. Wacht, jij hebt geen zadel. Wel veel held. Weet je wat? Ik maak deze weer even vast. En dan pakken we even eentje die toch al een zadel heeft. Oké, ben jij een snelle? Kom op. Ja. Nou ja, snel genoeg. Ik ga maar gewoon, want ik wil niet al te veel tijd gebruiken met het testen van die paarden, want het komt later wel. Het is een soort van gefaalde cave ingang. Wat is dit? Nog een cave ingang? Oké, dus we hebben wat opties om obsidian te krijgen voor een portal. Hoop ik. Daar heb je de andere kant waar die pumpkins waren. Ja, ik ga nu gewoon een beetje rijden. Kan ik het ook een beetje leren en zo. Oh kijk, we hebben een goede hoge sprong. Ja, als je in dat gele komt, dan heb je het allerhoogste. In dat oranje of gele. Maar dan moet je wel, ja, zoals daar, moet je het goed timen. Anders lukt het niet. En we hebben weer problemen met de wereld die niet rendert. Kijk, daar gingen we weer. Ja, dat schijnt een probleem te zijn voor iedereen in 1.6, geloof ik. Tenminste, ja, dat het gewoon een bug is. Dit is wel heel cool. Weer zo'n zwevend eiland. Ja, het is een beetje... Oh yes. Het is een bug met 1.6. En ik heb mijn leads, ik heb mijn planks. Dus we gaan deze even halen. En dan... Ja, we gaan ze even vervoeren naar die plek daar. Bij de andere paarden. Dus... ik heb geen... Ja, weet je wat? Ik pak deze allemaal. En ik geloof dat ik eerst op het paard moet gaan zitten. En dan kan ik ze allemaal aan een lead pakken. En dan kan ik, terwijl ik op een paard rijd,
paarden vervoeren. Lijkt me heel leuk. Ja, kom maar mee. Iedereen mee. Het wordt bijna nacht, geloof ik, dus. Oké, is iedereen er? Nee. Nee, dit gaat niet werken. Want het paard gaat veel te snel. Zeg maar, als ik op het paard ga zitten waar ik op ga rijden, dan ga ik veel te snel voor de andere paarden. Oh, nee. Dat moet je niet doen. Oké, hopelijk lukt dit een beetje. Ik heb hier ergens de coördinaten van de eerste plek waar we paarden vonden. En daar gaan we dan gewoon naartoe. Even kijken, we moeten... Oh, nee. Doe dat niet. Nee, alsjeblieft. Ik geloof dat dit in 1.6.1 is gefixt. Oké, waar is dat kleintje? Daar. Nee. Kom op. Niet doodgaan. Ik geloof dat je... Wat is dit? Kom op. Dit is gewoon raar aan het worden. Hij doet het zo vaak. Ik geloof... Ja, er is een 1.6.2 pre-release. Oké, daar is nog een paard achter. Die pakken we straks wel. Er is een 1.6.2 pre-release. En daar zou dat gefixt moeten zijn. Ik ben nu nog in 1.6.1. Maar... Oh ja, en die... 1.6.2 pre-release komt maandag uit. Maar ik neem het van tevoren op zondag. Dus... Nou, zeg maar de 1.6.2 wordt dan... Waarom? Ja, daar gaat hij. Ik wil ook niet al mijn instant held gebruiken. Kom op. Oh, dat is echt de stomste bug ooit. En waarom zijn het nou juist de kleintjes? Oké, we zijn er al bijna. F3 kan uit. Ja, waarom zijn het de kleintjes? Dat is echt heel raar. Kom maar mee. We zijn dat kleintje verloren. Maar ik vind het niet zo erg als we hier een paar paarden van verliezen, als ik eerlijk ben. Want waarom zijn al deze leads weg? Overal bugs. We willen echt een heleboel fences eigenlijk. Uiteindelijk gaan we ze toch wel gebruiken. Zo. En oké, ga maar allemaal hier voor nu. Maar wacht, ik ga ze wel apart doen eigenlijk. Allemaal een eigen fanspost. Jij mag daar. En ja, niet weglopen. Ik snap niet waarom ze van hun leads gingen. Dat is waarschijnlijk ook een vreemde bug. Oké, weer even het terrein opnieuw laden. Zo, ja. Oké, die kip moet echt weg, want hij gaat al mijn wheat kapot maken. Sorry, maar... Moet je niet irritant zijn. Oké, even checken. Zijn alle paarden zo ongeveer aan een lead, aan een fence? Ik geloof het nog niet. Deze. Kom. En... Ja, ik denk dat het wel goed is. Dus ik ga straks even off camera terug om die andere paarden te halen. Ja, ik weet... geloof dat ik er eentje achter liet. Maar als we hier... niet alle paarden van hebben, dan is het niet zo erg. Want we hebben al hetzelfde soort paarden, zeg maar. Van dit soort bruin eigenlijk. Dus is ook niet al te erg. Is iedereen nu een beetje vast? Oké, ik denk dat het zo goed is. Dus ga even of camera die andere paarden halen. En nog zoeken of er nog nieuwe paarden zijn. En kijken of ik dat paard wat ik achterliet nog kon vinden. Oké, ik ben hier onderweg naar het paard wat ik achterliet. Die is daar trouwens, dus hij is daar gewoon nog. Ik heb een lavapoel gevonden. Dus dit is de obsidian die we dan kunnen gaan gebruiken voor de netherportal als we teruggaan. Maar dat doen we nu nog niet. Dus, oké, was deze ook die met mijn zadel of... Ja, want het zou wel fijn zijn als we een zadel kwijt zouden raken. Dus, kom jij maar mee. Ik pak wel een speed potion voor ons allebei. Zo, dan kunnen we iets sneller. Dan kan het paard het ook beter bijhouden. Ja, overal caves hier. Verkeerde plek. dus ik ga nu even in deze richting zoeken of er meer paarden zijn. Oké, ik heb geen paarden meer gevonden. Ik kom nu dus terug met alleen dat ene paard wat we hadden achtergelaten. Maar we hebben nu zeker wel genoeg paarden van deze soort. Hopelijk vinden we nog donkies en misschien... paarden met andere kleuren. Zou leuk zijn. Maar ja, even kijken. Ik vind het vervelend dat alle leads kapot gaan.
Ja, kijk, alle leads zijn gewoon... Oh nee, niet alle leads, maar... Bijvoorbeeld deze. Ik weet zeker dat ze allemaal aan een lead zaten. Ja, dat is heel vervelend. Heel vervelende bug. Want die kunnen ze gewoon overheen lopen. Kijk, daar is helemaal één. Hier beneden. Dus ja, ik hoop dat dat ook is gefixt in 1.6.2. Ik weet in ieder geval dat dat... paarden dan niet meer in blokjes kunnen gaan glitchen. Ik denk wat ik eigenlijk nu ga doen is een heleboel fences craften en dan gewoon een heel groot een heel groot hek om de paarden heen maken. Zodat zelfs als ze van hun lead afgaan, ze dan niet kunnen ontsnappen. Oké, het zou nu een stuk beter moeten zijn. Omdat de paarden nu echt niet kunnen ontsnappen. Hoop ik. Dus ja. Dat is goed. We willen wel wat fence gates. Zodat we er makkelijk uit kunnen met die paarden. En ik geloof dat je wel een dubbele fence gate nodig hebt. Ja, bijna al mijn hout is op. Eens even kijken. Zo. En dan hebben we er twee. Laten we het even kijken waar... Ja, ik denk dat je hier in die richting zo goed zou kunnen rennen. En wauw, het is al bijna weer nacht. Tijd gaat heel snel. Dus we doen ze hier en dan kunnen we die gewoon openen en dicht doen. Natuurlijk, waar heb je anders een fencegate voor? En dan kunnen we ze even gaan testen. Allemaal. Want ik heb ze niet allemaal echt getest. Maar ja, ik ga ze denk ik gewoon allemaal testen en allemaal een beetje opnemen dat ik ermee rondrij. Dan kunnen jullie allemaal een beetje zien hoe verschillend de paarden zijn. Oké, dit is het eerste paard wat ik nu even uitkies om op te rijden. Maar deze is al meteen super snel, geloof ik. En hij springt ook heel hoog. Anders doen we even een test. We maken een muur van dirt van 3 hoog. En dus ik vraag me af of hij daar overheen kan. Dus wacht, we gaan gewoon hier staan. We proberen goed te timen. Ja, hij springt 3 hoog. En dan is natuurlijk de vraag, kan die 4 hoog? Oké, ik denk het niet. Maar het zou heel mooi zijn. Hij is geloof ik echt snel. Oké, dat was niet goed getimed. Weer niet. Kom op, ja, oké. Nee, het lukt dus niet. Maar hij is wel heel snel en ik vind 3 blokjes ook heel hoog. Dus ik denk eigenlijk dat dit mijn favoriete paard is nu al. Dus ook het paard wat we naam gaan geven en wat we het meest gaan gebruiken om te rijden. Dus weet je wat, ik zet deze even apart. Dan, ja, dat is natuurlijk zielig voor het paard, maar dan weet ik dat deze die snelle was. Dus. Even kijken. Ik vind het... Ik vind het zo gemeen dat ik hem nu apart moet zetten. Oh nee, niet in de grond gaan. Kom op. Dus we gaan zo. Sorry. Even kijken, die kan dan weg. Sparen we fences en dus ook hout. Wat wel nodig is. En daar heb je hem. Oké, spring even. Ja, spring uit de grond. Nee, dat wil hij niet. Ik geloof niet dat paarden uit hunzelf over die fences heen kunnen. Toch? alleen als mensen op ze rijden, dan kunnen ze dat, geloof ik. Dus jij gaat daaraan vast. Zo. Maar ik ga natuurlijk ook nog even de andere paarden testen. Ik laat het saddle ook op dit paard zitten. Want ja, ik heb hier ergens nog een saddle. Geloof ik. Waar is dat andere saddle? Heb ik dat nog? Ja, hier. Dus, wacht. Wat nou als we hem even gaan vergelijken met dit paard. Dan deze heeft toch een saddle. Ja, duidelijk langzamer. Duidelijk langzamer. En springt ook minder hoog, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Even kijken. Ja. Ik geloof dat hij het zelfs ruim met... zelfs makkelijk haalde. Maar ik ga toch voor het snellere paard. Dus ja, deze is geen optie. Zeg maar, de paarden die ik wel een optie vind, die zet ik even apart. Wacht, ik heb deze fence case helemaal niet nodig. Ik kan er overheen springen. Maar toch. Oké, dus we pakken het saddle. En
Ja, weet ik echt altijd paarden testen? Ik denk dat ik dat later maar doe. Ik wil nu gewoon beginnen met bouwen eigenlijk. En voor nu is dat gewoon het beste paard, het paard wat te gebruiken om te rijden. Oké, ik ben hier bij de fence cage. Dat wordt het begin van de baan die we gaan maken. Ik heb ook net even de pumpkins die daar in de verte waren gepakt en geplant. En ik dacht, ik probeer eens een keer een nieuw patroon, want om zeg maar ze efficiënter te laten groeien. Want nu kan een één seed kan daar groeien en het andere kan daar groeien en daar groeien en die daarna kan daar en daar. En dus ik geloof dat er zo meer mogelijkheden zijn. Alleen, ja, dit was niet echt handig, maar dat moest me even zo. Dus ik geloof dat ze zo, ja, sneller kunnen groeien, omdat ze dan meer mogelijkheden hebben om te groeien. Ja. Oké, dus ik dacht, we doen eens iets leuks. Pakken wat jack-o'-lanterns. En daar moet ze dan overheen springen. Zou moeten lukken, toch? Het zijn maar twee blokjes. Ja, we kunnen ook een beetje. Even kijken. Zo, wacht. Hier even wat land weghalen. We kunnen ook hier dan zo gaan. Oeps. Oké, dus dan ga je een beetje omhoog. En. Oh ja, nee. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Dit wordt een. een balansding. Maar wacht, waarom maken we dit van dirt? Laten we hout gebruiken. Veel mooier. Laten we eigenlijk wat birchwood pakken. Want. Ik weet niet. Gewoon wat variatie ziet er leuk uit. Oké, dit is genoeg. Zo, we hebben geen stairs nodig, want. Paarden rennen met gemak gewoon de blokjes op. Gewoon als het één blokje hoog is, rennen ze daar gewoon op. Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien net. Dus ja, hier of zo. En dan gaan we gewoon steeds hoger. Even kijken. Ik heb nog nooit zoiets gedaan als dit. Lijkt me hoog genoeg. Want we willen ook niet dat er fall damage komt. Dan krijgen we een. Beetje een zigzag ding misschien. Of misschien kunnen we dit. Ja, dit moeten we eigenlijk met fences doen. Eigenlijk wel, want dat is nog. Ja, nog dunner eigenlijk. Zo. Ik hoop niet dat ik hier paarden aan verlies of zo. Dat zou echt vreselijk zijn. Ja, dan mag je wel naar beneden. En dit kan hij wel springen, deze hoogte. Geloof ik. Oké, torches. En dan misschien weer gewoon dat hij over fences heen springt. Ik weet niet, we moeten het ook steeds even testen hoe het gaat. Oké, dus nu fences van 3 hoog. Oké, dus het moet wel wat breder zijn zo. Kan ik dit? Ja, oké, dat lukt net misschien. Dus oké, de zon gaat net bijna onder. Maar we kunnen het nog wel even testen, denk ik, met ons goede paard. Oké, kom maar snel. Ik heb geen zin in de zombies eigenlijk. Maar we kunnen het nog wel even doen, denk ik. Oh, hoe komen we hierin? We maken hem even los en we gaan zo. En dan gaan we. Oké. Dus eerst over de pumpkins. Deze zijn makkelijk, die moet je kunnen. Ja. En dan hier. En dan wordt het een beetje tricky. En dan. Oh, misschien kunnen we. Paardenparcours doen. Dat hij van daar naar daar moet springen. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Als een klein onderdeel ervan. Dus jij gaat hierin. En ik ga lekker slapen nu. Anders gaan de zombies spannen. Ze zijn misschien nog gespand. Dan komen ze van overal. Zie ik al zombies? Nee. Even kijken. Geen zombies. Oh, een skeleton. Die kunnen ook gevaarlijk zijn voor je paarden. Ja, ik wil niks riskeren. Deze skeleton. Och, dood. Oké, geen mobs, geloof ik. Oh, wat zeg ik? Geen mobs. Creeper, dat is nog wel het gevaarste. Voor je paarden en een spider. Ja, ik had eerder moeten gaan slapen. Ik wil niks riskeren met de paarden. Oké, ik heb een paar keer geprobeerd. En ik weet niet of het überhaupt mogelijk is om dit te doen. Met die fences. Misschien moeten we even. Volledige blokjes proberen. Of het is gewoon te ver weg. Nee. Oké, wacht. Ik geloof dat ik. Ik ga te veel naar voren. En dan spring ik niet goed. Oké. Ja, dat is hem. Dat is hem. Oké, dit hebben we helemaal niet nodig. We springen zo ver.
Dat is hem. Het is wel mogelijk. Het wordt een beetje een moeilijk parcours. Dus ik daag jullie eigenlijk een beetje uit om dit ook te doen. Dus download de wereld, maar bijvoorbeeld download link is in de beschrijving. Dus dan kan je het zelf proberen, misschien met dit paard of met een ander paard. Ik zet dit paard, het snelle en springerige paard, zet ik hier. Met een lead natuurlijk. Oké, dat hij veilig is. En ja, dan kun je het zelf proberen. Oké, dit is niet de bedoeling. Mag er niet uit. Ja, ik geloof dat de paarden wel zo kunnen springen, zeg maar. Zoals ik nu doe. Dus we moeten het misschien gewoon hoger maken. En ze kunnen trouwens hier niet door. Want dit is maar één blokje breed. Maar ja, ik denk dat het alweer alles is voor nu. Hoe zijn onze... Hoe is onze wheat en de pumpkin is nog niet echt goed. Ik denk dat dit alweer alles is voor nu. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Dus laat wat suggesties achter voor het paardenparcours. Want dat wil ik eigenlijk nog veel langer maken. Kijk die afstand die je kan springen met een paard. Dat is echt gigantisch. Ja, op een paard heb je ook geloof ik niet dat je dat als je shift indrukt dat je dan... Oh nee, dat kan niet. Of ja, in mijn geval is het E. Mijn bug key. Als je dat indrukt dan ga je eraf. Dus je kan niet sneaken dat je er niet afvalt met een paard. Dus ja, dat maakt het ook een stuk moeilijker. En ja, maar dus jullie hebben het gezien. Het is mogelijk dus. Probeer het voor jezelf. Laat suggesties achter voor dit paardenparcours. En ja. Maar ja, dat is alles voor nu. Tot de volgende episode.